In de grote stad Seoul reis je niet met de auto. Nee, je doet alles met de metro. 50, 100 kilometer kan je wel afleggen in één metroritje. Geen Engelse benaming, hè? Komt daar de juist aan? Oh, nee, niet. Ik weet wel dat het bus 151 is. En daarna, dan moeten we rondje T0 streepje. En dan is het bakkie streepje bakkie. En dan open bakkie. We vonden uit dat er wel 20 verschillende manieren zijn om te slapen in een metrostoeltje. We zitten in de auto, ergens in Seoul of in de buurt van. En we gaan vandaag ijsklimmen. Heel benieuwd wat dit gaat worden. Behalve het eruit doelen waren we natuurlijk op zoek naar echt ijs. Het was alleen wat lastig te vinden. Want zonder huurauto kwamen we natuurlijk niet zo heel ver. Dankzij Tai Wan Min, onze Koreaanse vriend, die ons meenam naar het Pandai IJspark, heb je toch echt ijs geklommen in Korea. We moeten hier vaststaan op de een of andere manier. Want er is heel veel vallend ijs. Maar ja, zoals je ziet is het touw nou wel echt een hele grote boog. Lijkt me voor Dennis ook niet echt fijn. We moeten best wel wennen aan de lokale standaard. Nou, staan we dan? Ja. No, vind je het ook no, al zo no, leuk? No. No? No climbing. No. Oh. No, not you. No. Waarom niet? Geen idee. Omdat we dat niet mogen. Ja, wij zijn niet goed genoeg. Vinden ze hier. Want ja, wij zijn natuurlijk niet ervaren. Want we doen alles verkeerd. Ja. Daar zijn wij het dus niet helemaal mee eens. Maar goed. Dus we mogen niks. We mogen alleen maar waterijs 3 en 4 klimmen. En we moeten heel ver van de wand vandaan staan. Eigenlijk vinden we er geen fuck aan. Ik ben er ook klaar mee. Ja. Nou ja. Niet veel later hadden we toch gewoon lak aan wat we mochten en niet mochten. Er was een ticket geboekt voor de grote wand. En die grote wand, die gingen we in. Dennis voelde zich niet zo heel lekker. En Carter ook al niet. Dus was het aan mij de eer om de grote waterijs 6 plus te klimmen. Pandai IJspark is niet een natuurlijke wand, maar is gevormd door middel van grote waterslangen. Wat het ijs wel heel erg raar maakt om te klimmen. 100 meter lager waren we al bijna bij de top. Eigenlijk waren we hier wel van aan het genieten, in plaats van beneden in de grote chaos en onveiligheid met death triangles waaraan gezekerd werd. Later bleek dat ik de eerste vrouw ben die de waterval voorgeklommen heeft. En daarom kreeg ik de eervolle vermelding van captain bij mijn naam. Wat in Korea echt een hele eer schijnt te zijn. Na 7 dagen klimmen waren we daar eigenlijk ook al klaar mee. We wilden wel weer verder. Verder naar het volgende land. Finland zou het worden. We waren moe, maar voldaan van alle nieuwe indrukken. Van dit grote land. Van het land waar we leerden dat cultuur en leeftijd erg belangrijk zijn. Dat je hard moet werken als je jong bent en als je oud bent en uiteindelijk een hele mooie sportieve dag kan hebben. Noten van de stukjes waar Emir en Tai Wan Min ons mee naartoe namen. Al de stukjes draait in de lijn van geleerd hebben en die we mee naar huis kunnen nemen om ook weer door te geven. Nu op naar de laatste stage van de EU Cup in Finland.